Social media heeft ervoor gezorgd dat wij zelfs thuis de gekste streken kunnen uithalen, subhanallah. Dingen die je vroeger alleen maar deed als je in een, naar een andere stad ging waar niemand je kende. Instagram vandaag de dag, zie je tienjarige jongens of meisjes op Instagram een, een hartje en een slot plaatsen in de bio. Mm. Weet je, ik snap je? Ben jij een ondernemer die islamitisch kleding verkoopt en ben jij geïnteresseerd in het inkoop van kwalitatief, hoogwaardig en correcte kleding voor onze zusters? Neem dan contact op met Sotra.co Wholesale. Direct vanuit Saoedi-Arabië, over heerlijke en unieke dadels. Wij bieden u verschillende soorten dadels aan, zoals de chocoladedadel, dadeltruffels, de ajwa, safawi en mabroen. En nog veel meer. Kijk op de website nachilaliya.nl Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, broers en zusters. Welkom bij de tweede podcast van minuut van Allah. Vandaag gaan we het hebben over social media en de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van social media. Er zijn heel wat gevaren die bekend zijn onder de mensen, maar ook heel wat gevaren wat de meeste mensen niet op de hoogte van zijn. En zelfs niet eens weten hoe het daarmee zit. Vandaag hebben we aan tafel een jonge imam die op een jonge leeftijd is begonnen met het studeren van de islam. En omdat hij jong is, is hij natuurlijk ook op de hoogte van wat er allemaal speelt op social media en onder de jongeren. Dus vandaag hebben we uh, ja, een heel bijzonder gast aan tafel: iemand uh, die uh, van binnen, van buiten, prachtige broeder. Als je hem ziet, je gaat spontaan glimlachen. Oké, okay, genoeg gehad over mijzelf. Nu dus gaan we over de oh. gasten. <laughs> Dan gaan ze door naar onze broeder. Oeset oh. <laughs> Ayub. Ik beloos gelijk. Hij <laughs> ja, is nog barak, geloof ik, maar nee, ga, vandaag... we gaan nu door naar onze gast. Oeset uh, Ayub, vertel eens aan de gasten een beetje wie je bent. Uh, ja, ik ben Ayub, Ayub uh, Ik Ben ik terecht geboren? Uh... Ja, uh, ik ben nu 26 jaar oud. Ik ben op uh, 14-jarige leeftijd uh, vertrokken naar Marokko, met mijn ouders natuurlijk. Uh -huh. En daar begon ik zeg maar, een beetje uh, met het padje zeg maar, om, uh, om ooit een imam te worden, inshallah. Uh -huh. En vervolgens heb ik het zeg maar, afgemaakt in, uh, in Mauritanië. En nu, uh, <laughs> nu ben ik hier weer, Vertel ja, eens even kort over Mauritanië, was het daar? Want de meeste mensen kennen het land waarschijnlijk niet. En hoe de situatie daar is, vooral het studeren daar. Ja, het is een land onder Marokko. Ja, het is een perfecte plek. En dat vooral omdat, uh, weet je, je hebt daar geen afleidingen. Je bent gewoon echt lekker bezig met je, met je, met je eigen ding. Uh, als, je, als je zeg maar in het dorpje bent, waar je dus studeert, dan is het ook zo dat je een edge hebt, je weet toch, die edge? Dus uh, nee. geen internet, oh. geen social media ook dus. Uh, een van de dingen is de is, is uh, temperatuur. Dus, uh, ja. zeggen, Ronde het is echt warm. <laughs> Gewoon rond de, rond de 50 graden soms. Uh, ja, man. Heb je dan ook een uh, eigen hut moeten bouwen? Ja, je hut niet per se. op een <lacht> huisje sorry <laughs> zeg maar. Uit de context, in voor de context. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen: die gaan naar Mauritanië en dan bouwen ze een eigen klein uh, huisje, zeg maar. Of het of iets? Ze, 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 ze bouwen nu wel huisjes, maar dat, die tenten en zo, dat is eigenlijk zo'n beetje voorbij. Okay. Er zijn wel studenten die daarin wonen, maar echt dat, dat iemand gaat bouwen. In een tent wonen, zeg maar. Dus dan gaan ja, 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 die zijn Kijk. er wel. Die ja. zijn er wel. Ja. Ja, ja. Dat is eigenlijk een sterke vraagfeester. Ja, eigenlijk wel. Ja. Die jongens lachen, maar ze weten de context niet. Ik wil eigenlijk terug naar uh, op jouw veertiende. Ja. Kom jij er, zeg maar. Was je daar toen al mee bezig? Of had je het vanuit huis? Vooral werd het gestimuleerd? Of wat, wat was de reden dat je dacht van ja, ik wil. Uh, eerst de Eerste stappen zetten richting uh, ja, dat je imam wil worden? Oké, okay, ik, uh, ik ga eerlijk antwoord geven. <laughs> Kijk, in die tijd was ik totaal niet bezig. Ja. Die, uh, weet je, we woonden ook in, in de meren, zeg, Tata plek. Ik okay. dacht dat in Nederland was, ik was totaal niet bezig met de islam en wat dan ook. Uh, ik kon ook niet lezen. Um, dus Arabisch leden bedoel ik. Uh, en en, en uh, het kwam ook als een harde klap aan, zeg maar. Toen mijn vader ons vertelde van we gaan terug naar, uh, <laughs> naar Marokko, dacht ik echt van. Uh, had je geen zin in? Nee, want je, je laat je vrienden achter, je school, een hele andere. Mm -hmm. uh, ja, een heel ander land. Je, bent, je gaat soms op, op vakantie natuurlijk naar Marokko. Ik als Marokkaan natuurlijk. Yeah. Ik in, uh, <laughs> om daar te wonen <laughs> was een beetje hard, man. Later, pas toen ik rond 17, 18 jaar uh, werd. toen pas kreeg ik een beetje. echt de liefde, zeg maar. voor de Koran. En toen wilde ik, ook echt, uh, ik wilde het zelf. Ja, en het was dus ook mijn eigen keuze. Om naar het zuiden van Marokko te gaan. Okay. Dus uh, op het eerst was het een beetje. Uh, gestimuleerd <laughs> vanuit thuis. Nee, 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 nee. Juist. Ja, uh... Maar later werd het allemaal uh, vanzelf. Kijk, als je jong bent, subhanallah. Het is gewoon zo, je hebt niet zoveel keuze. je? Je moet gewoon doen wat je wordt uh, opgedragen. En dan, uh, en dan zie je het wel. Mm -hmm. Maar naarmate je ouder wordt, subhanallah. Uh, krijg je ook steeds meer liefde voor hetgeen wat je deed. En, en uh, subhanallah, toen ik. Toen ik uh, op een gegeven moment was het gewoon zo dat ik een. Een band kreeg met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En uh, weet je, je wordt wat beter, je kan wat beter reciteren, je, je leest beter, je kan beter memoriseren. Dus uh, toen kreeg ik er ook echt, 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 uh, echt zin in subhanallah. En op dit moment is het dus uh, uh, ben je actief bij de, bij de moskee. Ja man. En, uh... Ik geef nu ook gewoon Koranles in de moskee. Ik heb een paar uh, bikkelaars daar. Zo uh, so naar hen. <laughs> <laughs> heb je wat namen voor ons? <laughs> Zeker, uh, ik heb Enes, Ibrahim, uh, Ilias, uh, Uthman en nog uh, andere broeders. Mogen Allah, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala en alle belonen. Ik, ik kan het niet beschrijven hoe het voelt als je daar zit met die, met, met die jongens, die kinderen, subhanallah, die schabab. En als je ziet dat ze de Koran reciteren. Het, mm -hmm. het, het, het is een apart gevoel, man. Ik wacht echt letterlijk op dat moment van de dag, subhanallah. Om met hen te zitten, subhanallah. Waar ik nieuwsgierig naar was, is, je bent dan in Nederland opgegroeid. Ja. Je bent dan tot je veertiende hier. En dan, all of a sudden, zit je opeens op een moment in je leven in, in Mauritanië. Wat, hoe voelt dat, zeg maar? Soms ja. zit je met jezelf en denk je van, wauw, het leven is echt uh, een hele andere kant op gegaan. Mm. En dan besef je ook, subhanallah, dat je zelf als mens niets in handen hebt. Mm. Snap je? Allah subhanahu wa ta'ala is degene die uh, yani voor jou voorschrijft hoe het gaat lopen en hoe, je hoe jij je leven gaat leiden, subhanallah. Okay. Maar het zijn inderdaad momenten dat je even stilstaat, dat je denkt van uh, subhanallah. En heel vaak belde ik mijn vader, toen ik in Mauritanië was. Uh -huh. En dan zei ik tegen hem van, uh, weet je, veel stress. Als je bezig bent met, met, met het uh, opdoen van kennis, uh -huh. als je bezig bent, subhanallah, dan zal je merken dat je altijd jezelf verkleineert. Dat is goed natuurlijk, snap je? Maar het, het brengt ook veel stress met zich mee. Je denkt van, ik moet nog zoveel. Snap je, ik ben net nog begonnen. Uh, die mensen zijn daar, weet je hoeveel boeken. En dan krijg je steeds meer kennis over, over andere vakken. Dat er andere vakken zijn, subhanallah. Ja. En dan denk je van, pff, ik, ik ben nog nergens. Ja, en dat vertelde ik vaak aan mijn vader, subhanallah. En toen zei mijn vader een keertje tegen mij. En Wallah oh dat had me zo erg geholpen. En hij zei tegen mij, denk aan de dag dat wij vertrokken vanuit Nederland, subhanallah. Ja. Hij, denk, hij zei tegen mij, kijk hoe je toen was. En kijk naar nu van, heb je uh, Wees wezen bij de een beetje uh, Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar. Wees een ja. beetje blij. En alhamdulillah, dat is ook hetgeen wat, wat mij een beetje, een beetje hielp helpt op handen. En uh, ook een mooi iets was dat ik uh, pas geleden naar Leidsche Rijn toe ging. Mijn tante woont in Leidsche Rijn. En ik reed na, langs de moskee die daar nu is. Je hebt een nieuwe moskee in Leidsche Rijn. Mm -hmm. En mohem, uh, het was het Maghrib gebed. We gingen daar het gebed verrichten. En die imam kent mij subhanahu op ta'ala. Ze zegt: en hij zei tegen mij, en subhanallah, zoals hij altijd, het is uh, Shihab al-Aziz, ta'ala: altijd als ik hem zie of als hij mij ziet, zegt hij, Wallah, je gaat het gebed leiden. Mooi, uh, dan had ik geen keuze, subhanallah. <laughs> en dan ging ik daar staan. En dat was het eerste moment daar, in de moskee. Ja. En wouhij, ik, 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 ik heb het weer verricht, subhanallah. En opeens dacht ik aan dat moment, het was precies waar de moskee op dat moment is, zeg maar, heb je een fietspad. En daar reed ik elke dag langs, subhanallah, als ik naar de middelbare school ging. Ja. En dan denk ik van, kijk, ik reed hier langs ja. om naar de middelbare school te gaan. Ja. En kijk hoe ik nu hier sta. Opeens een hele andere context. Oh. <laughs> subhanallah. Ja, subhanallah. Dus, uh... Maar ja, nadat je terugkwam, uh, heel kort daarna, had ik jou gezien. Dat was onze eerste ontmoeting. Uh, voor duidelijkheid bij het begin. Jullie kennen het verhaal ook nog niet. Uh, hij wist hoe ik eruit zag. Door heel even de soen, Hij had heel vaak van ons gezien. En ja. ik ken hem van social media. Al, uh, ik denk, twee jaar of anderhalf ja. jaar. Dus hij wist precies hoe ik eruit zag. Maar ik wist niet waar hij eruit zag. Want hij had ook geen profielfoto of iets dergelijks. Ach. Dus uh, er was een, ergens een, een dagprogramma. Ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen. Geen conferentie. Het was gewoon een halve dag dat de lezingen werd gegeven. Ja. resultaten et cetera. Ja. Dus waar ik, het was klaar. Ik loop naar de uitgang toe. Maar ik stond daar nog stil. Dus we zaten nog steeds in de zaal. Er stond opeens zo'n broeder voor mij met uh, kamis, baard. Hij loopt nog <laughs> eens boos op me af en zegt: Kijk naar mij. Ik <laughs> denk: Dat was hij dus. Ik ken hem niet. Dus ik denk: Wat is mis met hem? Ik kijk niet eens naar hem. Uh. Ik zei, broer, ik kijk naar hem. Ik zeg, broer, ik kijken naar oh, Ik dacht zo één dag bij mezelf, echt, dus echt een rare, begaarse broer die ik heb ontmoet in mijn leven. Zacht, hij bezit nog na de ik in de zaal. Chamies, baard, met een koofie zo En, en, en aan, van, uh... A, an, Aniel zo van. Uh... A, aniel... Nee, niet over de Jij dacht, wie heb ik boos gemaakt op social media? <laughs> ja, ja. ik, ik was niet bang, dus ik zeg ik, ik had ik ik was niet altijd bang. Ik had respect. Hij zei op opeens, met Aniel dat <laughs> oh, wow, oh, ja, oh, ja. nee, is goed, We hebben best wel lang intro gehad, dus ah. ik denk dat het belangrijk is om nu de thema in te gaan. Um, voordat we in de thema's gaan, gewoon even een introductievraag. Heel veel mensen vroegen dit zich af toen we de volgers geen vraag op zijn vraag hadden. En dat is, is het gebruik van social media haram? Um, kijk, voordat ik inshallah ga praten over het oordeel van social media, wil ik er graag even wat over zeggen. Weet je, kijk, social media is uh, vandaag de dag een probleem. Dat weten we allemaal. Snap je? Uh, en daarom is het ook zo'n belangrijk onderwerp. Um, als ik zelf kijk naar uh, mijn gebruik van social media of naar mijn jongere jaren, juist. Ik doe het met je 50. <laughs> maar in mijn jongere jaren was het gewoon zo. Dat we totaal geen social media hadden ook. Je maakte er niet gebruik van, snap je? Je was. Je was uh, uh, je was buiten aan het spelen, een voetbalgooitje. Ik was altijd keeper. <laughs> en, 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 en thuis was je gewoon thuis. Snap je? je deed niet wat, wat, wat speciaals of zo. Uh, alles was duidelijk, zeg maar. Mm. Snap je? En, en, en waarom social media zo, zo gevaarlijk is, is omdat het nu zo laagdrempelig en makkelijk is geworden. Snap je? En omdat wij in onze jongere jaren zonder social media uh, gewoon heel simpel waren, subhanallah was het ook voor onze ouders heel makkelijk om ons onder controle te hebben. Mm Heb -hmm. je? Je moest voor en mag erop thuis zijn. Mijn moeder, alhamdulillah, zei altijd tegen mij van, als de lichten van de lantaarnpalen aangaan, je ben je zijn. hier. Standaard. Ja. Je ja. Ja. Zomer, winter, herfst, lente, ja. boeide haar niet. Heb ja. je? Lantaarnpalen aan, sleutel in de deur. In ja. de zomer deed hij wel extra pijn, toch? Ja, maar Als het heel laat uh, nog licht was. Uh, Inderdaad, subhanallah. Als je vroeg naar binnen zijn. Dat was het eigenlijk een beetje, subhanallah. En weet je, je was gewoon jong en je deed je ding. Kijk, vandaag de dag, subhanallah, is het gewoon zo... dat, dat social media het is een hele andere verhaal geworden, subhanallah. Lekker, als je kijkt naar Instagram vandaag de dag... Zie je tienjarige jongens of meisjes op Instagram een, een hartje en een slot plaatsen in de bio? Nietsje, mm. ja, <laughs> okay. Snap je? Of je zit, je zit met, met je familie, je broers, zussen, uh, kinderen misschien, snap je? Zit je op de bank en dan... Uh, uh, maar ondertussen zijn zij bezig met de gekste dingen op social media, snap je? Terwijl jij ja. het helemaal niet doorhebt. Mm -hmm. En dat is het gevaar van social media. Dus je kan ja, heel nee. veel gekke dingen doen zonder dat iemand het echt merkt. Yes. Social media heeft ervoor gezorgd. Dat wij zelfs thuis de gekste streken kunnen uithalen, subhanallah. Weet je, dingen die je vroeger alleen maar deed als je naar een andere stad ging waar niemand je kende. En als imam krijg je veel berichten en veel belletjes ook. En ik word door veel mensen benaderd, waarin je te horen krijgt dat er respecterende broeders of zusters, en vooral zusters, subhanallah, want die worden meestal misbruikt door en dan, uh, weet je, ze komen uit een goede familie, goede ouders, uh, goed leven. Ze kopen wat ze willen, binnen de grenzen natuurlijk. En um, uh, goed op school, mashallah. En dan krijg je ineens te horen van, uh, ik heb ooit naaktfoto's gestuurd ja, ja. en nu word ik geblackmaild. Ja. Snap je? En dat is dan een hele harde klap in je gezicht, subhanallah. En als we het dan gaan hebben over het oordeel van social media. Kijk bro, social media... Het gebruik maken van social media is zelf niet haram. Snap je? Het is toegestaan. Het is toegestaan. Maar als we het gaan hebben over um, de manier waarop wij social media gebruiken, dan is het niet zo zwart-wit. Snap je? Net zoals wij als moslims van alles mogen drinken, hebben wij bepaalde dranken waar wij als moslims niet in de buurt van mogen komen. Ja. Snap je? Vanwege bepaalde redenen. En zo ook social media. Als social media wordt gebruikt voor zaken die Allah subhanahu wa ta'ala niet tevreden stellen. Denk aan uh, het openbaren van je eigen zondes. Om zo te showen en uh, stoer te lijken. Uh, denk aan muziek. Denk aan het exposen van anderen. Denk aan het uh, denk aan misbruik maken van het andere geslacht. Denk aan uh, het verspillen van al je waardevolle tijd. Dan is het inderdaad zo dat social media niet is toegestaan. Weet je als je social media gebruikt om mensen te motiveren, weet je, ook als het gaat om doen je zaken snap je? Uh, als je mensen, uh, als je het goede deelt, het goede verspreidt, dan is het natuurlijk wel toegestaan, snap je? Uh, als jij je social media hebt gemaakt, als jij je Instagram-account hebt gemaakt om, 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 om te laten zien hoe jij een uh, shisha-slang in je mond hebt, dan kan je het <laughs> beter verwijderen, <laughs> snap je? Mm. Dan staat het nergens op. Uh, Wallahu alam. Dat is. Uh, <laughs> Een beetje hoe ik ernaar kijk. Mm -hmm. Wil je nog iets of vragen voor ik het thema inga? Dus eigenlijk wat je zegt is, ligt heel veel aan hoe je het, hoe je het, gebruik, van, hoe zeker. Je het gebruik van Zeker, maakt. zeker. Ja. Dat is ja. volgens mij ook een van de belangrijkste zaken natuurlijk, okay. snap je? Het is hoe je het gebruikt. Kijk, als je het gebruikt voor een Minuut voor Allah bijvoorbeeld, broer, dan doe je het goed, snap je? Ga vooral door met social media. Ja, maar als je bezig bent met, met, met zaken, broer, en jullie weten hoe, hoe social media de laatste tijd is, broer. zoveel accounts die alleen gemaakt worden. Om te roddelen. Ja. Om over mensen te praten en zo. Ja. En dan met duizenden, honderdduizenden volgers, subhanallah. Bro, verwijder die. Uh... Dus het is uh, een beetje te vergelijken met een mes. Kan je ook op verschillende manieren gebruiken, denk ik. Je uh, kan het ja, gebruiken precies. om jouw broodje te smeren, maar je kan ook. Het uh, is tegenwoordig heel vaak, heel vaak het, uh, Ja, Subhanallah. Mensen het uh, als sank-middel gebruiken. Precies, precies. Dus het is een beetje hoe je het gebruikt, hè? Inderdaad. Dat, dat is het oordeel mm -hmm. van social media, snap je? Dat we zeggen dat het haram is, uh, kan niet. Dat je zegt dat het halal is, snap je? Je hebt gewoon een middenweg. Mm. Ja. Dat is het eigenlijk. Oké, okay. um, gaan we naar de eerste thema. En dat is jouw eigen gebruik van social media en de gevaren die daarmee samenhangen. En het eerste waar ik over op wil ingaan, dus het eerste thema die we gaan behandelen onder deze, dus een deelthema onder deze thema, is uh, Sijajarian. En jij weet precies, iedereen weet aantal, weet precies wat ze hiermee bedoelen. Maar voor de kijkers, hoe kan social media zorgen voor C.I. Als je eerst wilt uitleggen wat de term is en ja. op welke manier dat kan voorkomen en uiteindelijk wat het gevaar is ervan. Ja. Kijk, voordat ik zeggen, wat ga zeggen, het is zondes hè, dus C.I. en ook de manier waarop social media wordt gebruikt. Dus um, voordat ik ga beginnen, bro, dit is totaal geen aanval of haat naar uh, wie dan ook, maar soms begrijp je gewoon niet wat mensen willen doen op social media. Soms zie je mensen gewoon die hun telefoon vastpakken en dan een paar seconden gewoon zelf opnemen met de muziek op de achtergrond. En dan de hele tijd. En negen van de 10 keer begrijpen ze niet eens wat ze zeggen op dat liedje, snap je? Hij zit zo te kijken, heel onschuldig. Maar het gaat over zinnen, alcohol, overvallen geweren, et cetera, snap je? En je zei, hier als deze term is, kijk, we hebben sadaqah jariyah, dat is een hele bekende term natuurlijk. Okay. En ook de profeet sallallahu wasallam heeft dat opgenoemd okay. en heeft dat uh, genoemd in een overlevering. Sadaqah jariyah is dus een, een doorlopende liefdadigheid. Okay. Een klein voorbeeld hiervan is dat je bijvoorbeeld een put bouwt in een arm land waar ze weinig water hebben, subhanallah. Dat je ervoor zorgt dat mensen water kunnen drinken, dat mensen weer de kunnen verrichten, dat mensen zichzelf kunnen wassen, snap je? En dat is, dat is subhanallah een daad die ook na je dood, inshallah, zal je daar baat bij hebben. Mm -hmm. En dan heb je een term, Sayyidah uh, Jari. Een heel kort even voor, ja. de, voor de mensen die het ja. echt voor het eerst hebben gehoord. Dus elke keer wanneer iemand dan van die waterput drinkt, blijft verbloemd worden. Blijf je zo, je die hasanet blijven binnenstromen. Snap je? Je gaat cashen. Ja. Ja. Maar dat werkt ook zo met, uh, met meerdere dingen. Toch niet alleen liefdadigheid, maar ook bijvoorbeeld als je uh, kennis kennis voor je kennis. Ja. En, ja. En, ja. ja. En jouw kinderen, jij leert dat jouw kinderen en die leren het, uh, hun kinderen. is precies hetzelfde. Heb de, ik gewoon een loop. Gewoon een zandaka, bro. Ja. Jij ligt in je graf. Ja. En die Hassanet uh, oh, ja. stromen binnen. Misschien wordt deze podcast ja. nog op 2040 of 40. 2200 nog gekeken of zo. Inshallah, <laughs> wie weet. Ik weet niet je die weet maar nooit. Ja, toch? Inshallah, wie weet. Maar nu over Syria, Jaria. Ja, kijk, deze term uh, is niet zo bekend bij de geleerden. Snap je? Bij de oude geleerden, zeg maar, was het niet echt een term die gebruikt werd. Maar de betekenis ervan werd wel uh, duidelijk gemaakt in de overlevering van de Profeet Sallallahu In beken de bekende overlevering waarin de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zegt, mm -hmm. Oftewel, of wie of nodigt naar leiding, min al mm -hmm. Dus wie uitnodigt naar leiding, hem komt dezelfde beloning toe als degene die hem daarin mm -hmm. volgt. En daarbij zal yani, deze beloning niet verminderd worden. Dus die blijft gewoon zo. Mm -hmm. En dan zegt de Profeet: وَمَنْ إِلَى ضَلَالَهِ En wie uitnodigt naar dwaling. kan alayhi min al مِثْلُ مَنْ En mm -hmm. yani hem komt de zonde toe. als dezelfde of als degene die hem daarin volgt. يَنْقُصُ مِنْ آثامهم en daarbij, en daarbij zal deze zonde niet verminderd worden, subhanallah. Het blijft zo. En dit gezegd te hebben, deze prachtige overlevering van de profeet, alayhi wa sallam, als jij een video plaatst op social media, weet je, je plaatst een video, en het is een van de zaken die ik net had opgenoemd, hè, dus uh, je expose je eigen zondes, je openbaart je eigen zondes, je van anderen, een muziek, en ga zomaar door, snap je? Als, je? als je dat doet, weet dan dat je ervoor hebt gezorgd, dat jouw volgers en jouw vrienden dit hebben gezien. Hmm. Snap je? Maar daar blijft het niet bij. Want ook zij zullen het weer gaan delen. Met hun vrienden. Nou, nah, inderdaad. En dan ga je van 10 naar 100 views. En van 100 naar 1000. En laten we niet hopen dat als je bekende Instagram-account of Facebook-pagina dit ook gaat delen. Snap je? En daar sta je dan, jonge cliënten. Moet, dit, dit, dit moeten we echt beseffen jullie akhwa. dit is wel interessant want het gebeurt vaak dat, uh, dat het klein begint. Misschien in een kleine vriendengroep en uiteindelijk belandt het in, in een uh, groep Facebookgroep of wat mm. dan ook. Ja, Zonder bro. dat dat ja. misschien de bedoeling is in ja, eerste. Het instantie. is ja, maar een grap, snap je? Soms Senf, doen ze ja. het alleen voor de lol. Mm -hmm. Of, of ja, Whatsapp. Gewoon over... WhatsApp van bro, kijk ja. wat ik heb gedaan. Ja. En kijk en dan die stuurt weer aan een andere vriend. En dan ben je al. En daar zei dan, je dan die omil Op het dacht is orde. We moeten even echt beseffen je akhwa. Je staat daar met al die zondes voor je ogen. Snap je? En, en, en begrijp me niet verkeerd. Ja, yani, uh, iedereen zondigt. Snap je? We hebben allemaal zondes. Mm -hmm. Maar die van jou waren oh zoveel op dat dag als oordeels. Dat je het gewoon niet begrijpt. En jezelf gaat afvragen van uh, heb ik Allah subhanahu wa ta'ala zoveel gezondigd? Vergeten dat je al die video's, foto's, audio's hebt gedeeld. Die jou en vele anderen zoveel zondes hebben laten begaan, subhanallah. En dat was het nog niet. Want dan krijg, je nog te, uh, yani, dan krijg je nog te maken met de mensen die gebruik hebben gemaakt van hetgeen wat je hebt gedeeld. Mm. Yeah. Kijk, ik... zij hebben ook zondes. En daar moet je mee dealen. Snap ja, je? Wallahi, uh, geloof me, yani, niemand wil dit op zijn geweten hebben. Ja. En daarom gewoon uh, heb je iets gezien. Heb je iets gefilmd per ongeluk? Uh, weet je, was, he, heeft de dan met jou gespeeld? En heb je iets opgenomen of iets gezegd? Omdat oh, je nee, stopt bij je. Yani, hou het bij je en verwijder het en klaar. Want anders, zoals ik al zei, al die zonnes, dat, dat kan je niet handelen. Snap je? Ja, het begint eigenlijk heel klein. Je denkt heel onschuldig, gaan een filmpje opnemen. Even een clipje of ja. zo, drop dansen, weet toch wat, of deze, zo. Jij bedoelde dat. Ja, en uiteindelijk, uh, wie weet, heb je 10.000 views, al die 10.000. Dat is alsof jij die zon 10.000 keer hebt gedaan. Want van ie elke persoon krijg je de zon ook op jou. Dat en dat was, deed idee. me ook denken aan een uh, uitspraak van een van de vrome voorgangers, volgens mij. Ze zei iets in de richting van een dus de uitspraak. Uh, gelukkig of uh, uh, succes als diegene die, wanneer hij sterft, zijn zons met hem meesterven. Weet je, wat ik, waar ik nu aan moet denken is. Uh aan de pagina's, aan de Facebook-pagina's, Instagram-pagina's, die bijvoorbeeld als er zo'n sensatie, als er iets gebeurt, sensationeels, die dat dan delen, meestal voelen ze zich helemaal niet verantwoordelijk. Hmm. Dus ze delen het en denken van, ja, maar ik heb het niet gedaan, ik keur het af, maar ik deel het. Maar weet je waarom? Heel veel mensen beseffen niet, hmm. kijk, je hebt een Instagram-account of een Facebook-pagina, of je hebt een Catfish-account, snap je? Hmm. Heel veel mensen beseffen niet dat dat, als je, dat als, je, als je een catfish account mm -hmm. ge gebruikt of een van die pagina's van jou, dat je nog steeds dezelfde persoon bent. Hè. Het is niet dat ik als ik E.U. wel mijn sorry ben, dat mijn zondags wel worden genoteerd. Maar als ik uh, Hamid uh, nog wat ben... Hey, <laughs> <dan> <laughs> Hamid Boezeg ben, dan... Uh, <laughs> dan opeens niet, snap je? Ja. Uh, we moeten beseffen dat alles wordt genoteerd. Bro, de handen het zijn je handen die, die, die straks gaan getuigen. Snap je? Ja. Het zijn je voeten. Mm -hmm. Het is je mond, je neus, je ogen. En niet uh, je, uh, je catfish account. Mm -hmm. Die zijn weg. Onder de mond ja. van comedy die vaak. Zeg maar. Hashtag valdeeha, hashtag dit, hashtag dat. Ja, bro. Posten. Want de shaitan probeert het zo, zo, zo mooi mogelijk mm. te maken voor die persoon, subhanallah. Ik denk ook nou. echt dat ze iets goeds doen daarmee. Ja, Kijk. Man. Uh, ze weten natuurlijk, weet, weet ja. dat het fout is, maar van ja. kijk, deze persoon hij is zo slecht bezig, moet bekend zijn. En, en als we dan even met jezelf zitten, dan stel je vraag dan. Stel deze vraag aan jezelf van, oké, okay, wat heb ik ermee gewonnen? Precies niks. Ik had, sorry dat ik onderbreek. Nee, ik had één keer uh, gesprek met iemand die een zus had geëxposed hmm. online ik had hem gewoon aan, ik was ik dacht ik heb hem gewoon hij reageert gewoon op mij oh het was via de Soen, hè, toch ik weet niet of via liefdeszone was of dat je hem had aangesproken kan via liefdeszone of via mijn eigen pagina ik weet niet meer zeker of mijn geinsta persoonlijk maar ik had hem ik ging hem dm sturen want hij had iemand geëxposed. en ik was echt erg weet je wel en uh, dus ik ik de dmde die persoon waarschijnlijk volgens mij via liefdeszone met een groot account dus ik dacht hij reageerde wel als hij goed volgt is. ons daarom ging het dm en. dus ik dm die guy ik zeg tegen hem uh, Yo, uh, zeg maar, kom. wat ben je aan het doen? Wat was je hoofd? Wat, wat, wat gaat er aan de hand? Niet aanvallen. Ik begon niet aanvallen, aan, aan zeg maar. Nee. Dus die, maar het, maar, het, maar het Punt nu is, hij verdedigt, verdedigt zichzelf. Ja, wat ze doet is verkeerd. Wat zij doet is verkeerd. Nee, wat jij doet niet. Ja, precies. Dan zeg ik oprecht dat ze goed bezig zijn. Hij, hij, maar hij ja. dacht oprecht dat hij iets Justice. goeds aan het doen aan het was. <laughs> ja. Ja, rechter. Dan ga je als rechter uh, even uh, laten zien hoe slecht uh, deze persoon is. Dus dan, ja. is het, dan is het dus zo, als we uh, kijken naar Sayyid Jaria, dus dat is niet een, echt een uh, term in de islam, maar we kunnen het zo gebruiken. Ja, die, die zus heeft een fout gemaakt, dus ze heeft een zonde begaan door dat te delen met een jongen. Ja. Dat dus het gaat over exposen. Ja, precies. Deze persoon die dat doordeelt, krijgt die zonde ook op zich. En elke persoon die het kijkt daarna. Subhanallah. Maar dat beseffen ze dus niet. Ik, dat is het, snap je? en dan sta je daar zo gezegd op jongen. Ja, PM hè, met al die zondes denk je van uh, wat heb ik gedaan ja. hoe, hoe komt dat ja, je bent vergeten dat je die ene dag dat had gepost heb je, en heb gedeeld. die ene file van één minuut is uiteindelijk een berg van zondes maar een persoon kan denken weet je oké okay, ik heb het gedaan uh, ja denken stel je voor een persoon heeft dat gedaan op een gegeven moment sterft hij. weet je misschien de omgeving denkt van oké okay, hij is dood of hij is gestorven het is klaar weet je er komt niks meer op hem uh, het is geweest hoe zit dat dan precies? Na de dood gaat het door? Of? De persoon die, die succesvol is, is de persoon die uh, gestorven is en daarmee ook zijn zonders laat sterven. Snap je? Hij laat niks achter. Je moet er zelf voor zorgen dat je niks achterlaat. Ik kan jou niet garanderen dat je niet gestraft wordt voor datgene wat jij hebt gedeeld. Je hebt er zelf voor gekozen. Je kon het ook gewoon verwijderen en niet delen. Maar je hebt er zelf voor gekozen uh, onder het mond van. Uh, Justice, rechtvaardigheid of wat dan ook. Jij, jij hebt het recht niet om dat te doen. Mm -hmm. Allah subhanahu wa ta'ala zal, eh, zal diegene verantwoorden voor zijn eigen daden. Leke, nu heb jij er zelf ook mee te maken, omdat jij het hebt gedeeld. Mm -hmm. en dan om dan heel makkelijk te zeggen: van ja, eh, hij, hij is doodgegaan en nu wat. Broer, je hebt er zelf voor gezorgd. Mm -hmm. Zorg er juist voor dat je het niet doet. Je maakt je, maakt je doen en ergeracht kapot. Mm -hmm. en dat is het gevaarlijke subhanallah. Wat ook eng is, is je weet niet wanneer je dood gaat veranderen. Het kan zo zijn dat je denkt bij jezelf, ik doe tauba, het komt goed, uiteindelijk, net voor mijn dood of als ik dertig ben, Frederik, alles, et cetera. Maar niemand heeft je dat gegarandeerd. Het kan zo zijn, wellicht, dat die kans weer wordt ontnomen, omdat je zo denkt. Zo. Zoals alles anders, we maken, we maken, we maken plan, Allah maakt plan. Het kan zijn dat als je die kans weer gaat ontnemen omdat jij zo omgaat met alles Dat je zegt, ik ga blijven zondigen en dan op het laatste moment van mijn dood ga ik weet je wat. Ik ga Tauba verrichten en dan gaat alles vergeven, snap je? En voor de jongeren ook, dat is echt moet besef op Het moment dat je doodgaat, dat is het moment van geen terugkeer. Er is geen, nog twee rakken. Er is niet geen, uh, ik ga nog even iets verwijderen. Ik ga nog even dit en ga even, even dat doen. Wanneer je zit in een grafspannen en die bestraffing begint daar. Moet je beseffen, zitten, de bestraffing is begonnen en nog steeds, elke dag komt een straf erbij. Mm. Want elke dag kijken we iemand naar je video. Elke dag deelt we een vriend van jou, jou jouw muziek. Elke dag deelt een vriend weer van jou. Wil, een, wil je dat? Wel? Ja, Of een vriend heeft van jou foto's van je die. Uh, Spannen, ik heb heel vaak overledensberichten gezien waarmee mensen zeggen. Kan je dood doen voor deze zuster? En wordt de foto van haar zonder hijab gedeeld, die zij als profielfoto had. Weet je bro, kijk. Allah, het is. Ik ben, ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos als het gaat om dit uh, ja. onderwerp. Want kijk, wij denken daar niet aan, snap je? Wij denken niet aan het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala uh, de taak aan de engel de dood kan geven om onze taak, uh, om onze ziel op te halen, snap je? En Dat kan elk moment zijn. En wallahi geloof me, wanneer Allah subhanahu wa ta'ala deze taak aan, aan de melk al de geeft, wallahi dan zal hij het niet uitstellen. Snap je, dan ben je weg. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de surat al-mu'minun, qala rabbi ji'un, hatta idha ja'a of als... Als de dood tot één van hen komt, dan zegt hij, O oh Allah, O oh mijn Heer, laat mij terugkeren. Waarom? La amalu salih. Om maar één goede daad te verrichten, subhanallah. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Het is voorbij, klaar. Ik adviseer ook, hier dat, dat mensen vooral moeten bezig zijn met goede dingen delen op social media. Hmm. Snap je? Blijf doorgaan met duwen op social media. Hmm. En ook gewoon dat de moskeeën laagdrempelig worden voor de jongeren. Dan gaan we uit voor een fifa seizoen, Voor een FIFA-toernooi FIFA in de moskee. We gaan, niet, we, gaan, we gaan geen lezing doen, we gaan geen lessen geven. Nee, ja. We gaan vandaag alleen FIFA spelen mm. en pizza eten. Snap je? <laughs> uh, zo maak je het wat makkelijker voor de jongeren. En zo word je ook. Je? Zo krijgen ze ook een beetje gevoel voor de moskee, voor de islam, voor de je? Maar als je kijkt, kijk, als je kijkt naar, naar de influencers bijvoorbeeld, of de rappers bijvoorbeeld, ik rappers die brengen bijna elke week. Een pokoe uit. Hm. Ja. Eh? Het, is... Hoe je je het is gewoon zo goed. Hoe je zo goed? Ontdekken van YouTube Zet dat jij terugkijkt, kijken. Hè? <laughs> Broer, ik kijk het om. educatieve redenen. Dat is algemene kennis, Charles. Maar kijk, maar wat het dus eigenlijk is, zij zijn telkens bezig met de jongeren. Content. Elke keer yeah. weer. Zijn het die pokoes niet? Is het wel op zijn story? Hmm. Is het wel zijn insta? Is het wel zijn Facebook? Is het wel zijn Snapchat? Mohim, die jongen of meisje is de hele tijd bezig met die persoon. Waarom? Hij geeft zoveel terug. Hij doet zoveel voor de jongeren. Winactie. Weet ik wat allemaal. Snap je? Je komt kijken naar de moskee. Het enige wat er in de moskee gebeurt, uh, hij krijgt dat van langs. Er is geen alternatieve eens... outlet, zeg maar. Geen, er is weinig alternatieve. Adnet... Je, je kan heel makkelijk de uh, hele dag Netflix kijken. Acom nieuwe nieuwe seizoen weer van je nieuwe van je serie maar als je zeg maar diezelfde feeling of dezelfde ja we kunnen we hoog of laag springen maar dat is gewoon het probleem ja. je? iedereen is bezig ja. om, om, om om de jongeren naar zich toe te trekken snap je maar als je kijkt naar ons naar de islamitische wereld bro we zijn we, we zijn we zijn weinig bezig man wat ik merkte bij toen we uh, best wel veel sketches maakten was echt van uh, dat dat daar echt een hele grote vraag naar was opeens we maakte het en op een gegeven moment zag je dat iedereen er ja. zin in had. Van, wow, dat, dat wil ik meer zien, zeg maar. Hoeveel volgers hebben jullie nu, bro? Bijna 80.000. 80.000? Ja, gewoon alles, alles bij elkaar. Ja, we zitten boven de 150.000 of zo. Als bij elkaar, elkaar met, Kijk, bro, Allah, dit vertelt alles, man. Dit zegt gewoon ja. alles, letterlijk. Heb je? Mensen wa waren gewoon dorstig, bro. Mensen hadden het nodig. En je ziet gewoon dat het ook heel erg, het werkt ook, snap je? Jullie mm -hmm. hebben ook volgens mij veel Shahidet uh, meegemaakt, bekeerlingen ook. Kijk bro, ja. dit bedoel ik, snap je? Dit is nodig. Uh, rapper A, uh, die is de hele tijd bezig mm -hmm. <laughs> met, 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 uh, met Mohammed. <laughs> maar uh, uh, ik kreeg ook ooit te horen, er was een imam, uh, mm -hmm. die ik persoonlijk ken, die had echt wel dikke wagen gekocht. Mm -hmm weet je, het was uh, zelfs voetballers hadden hem niet, Laat ik het zo zeggen. En op een gegeven moment waren er personen die tegen hem zeiden van, je bent imam, wist je doet dat. Als je oh, yeah. <laughs> ja, gewoon de vierste ja maximaal, niet te ver, yeah. no offense. Hè? Ik nee. ik heb er zelf ook eentje. Yeah. <laughs> <laughs> en um, en toen zei ik ook van Subhanallah: Kijk, het is juist de imam die dat moet hebben, bro. Mm. Snap je? Jongeren, jongeren, jongeren moeten zien dat niet alleen rapper die en die of voetballer die en het kan hebben, een imam kan het ook hebben. Mm. En als ik zelfs de imam was, zou ik gewoon naast de moskee parkeren, mm. op de stoep mm. gewoon. Yeah. <laughs> en naar de moskee gaan. Is gewoon zo, snap je? Het yeah. kan ook anders. Je hoeft, geen, je hoeft geen gangster te zijn om, om, om geld te maken. Mm -hmm. yeah. Je kan ook een imam zijn, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala. Tevreden stellen en goed leven. Alhamdulillah. Ja, je had het net over uh, het, het goed gebruik van social media. Uh, daar waar we doen, op social media. Nou. Dat, 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 je, je, je zet de mensen echt aan om dat te doen. Maar, um, hebben, dat, daar wil ik het over hebben, Ja. Nou. Want niet iedereen moet je aanmoedigen om dat te gaan doen. Want ik heb uh, nu ja, twee jaar zeker. lang op social media aanwezig ben. Heb ik heel veel dingen gezien op social media van Instagram accounts. Ik heb zelfs bijvoorbeeld meegemaakt. Een, is er iets pagina op Instagram die zegt bijvoorbeeld en zijn bio stel me vraag over de islam ik beantwoord ze met DM DM heeft misschien 800 volgers dit en dat en dan DM tijden, hij mij zegt hoe moet ik bidden broeder ik wil beginnen met bidden dat is het ook kijk snap je kijk het is sowieso vanzelfsprekend dat als je een islam account begint mm -hmm. hè, of je iets wilt delen dat je het doet met kennis snap je mm -hmm. uh, heb je zelf geen kennis ga naar minuut voor Allah We weet ik veel hoeveel video's mashallah. Ja pak er eentje en deel op je eigen ja. account. Safie, en dan heb je het al gedaan. Je hebt gedaan wat je moest doen, klaar. Maar om zelf content te maken en zo, kijk, het is niet voor iedereen weggelegd, snap je? We hebben alhamdulillah, we hebben sprekers, we hebben het duaat, en we hebben daar de mensen voor studenten mm -hmm. van kennis. Dus uh, het is gewoon zo van, deel het goede. Wat ik daarmee bedoel is, kopieer, snap je? Pak een video van die, een video van die, een uitspraak van die, en deel het met de mensen, snap je? Mm -hmm. Maar uh, we gaan we er ook niet voor zorgen dat. Uh, snap je, straks maakt iedereen weer video's en zo. En dan krijg je een hele. Ja, maar die heeft dat gezegd, maar jij zegt dit, snap je? Wat ik denk uh, als aanvulling op wat je zegt, bijdragen aan DAO kan eigenlijk ook meer dan alleen. Uh, zoals je zegt, dan alleen zelf die content maken. Ik kan ja. ook inderdaad meehelpen. Dus bijvoorbeeld, we hebben hier op de set cameramensen. Camera we hebben mensen die kennis hebben over audio. Inderdaad. Mensen die kennis inderdaad. hebben over. Uh, IT mensen die kennis hebben over van alles, marketing, ook. marketing, al die ja. dingen zijn allemaal nodig. Dus als je die talenten Zeker. hebt als, als moslim, denk dan ook af en toe na: van ik heb wat tijd of ik maak tijd. Ik heb die talent, ik werk ook, maar daarnaast, misschien kan ik ook wat doen voor uh, mijn, uh, voor de moslims. Misschien kan ik Goed wat betekenen. Dat uh, ja. inderdaad, ja. ik ook voor het moskee in de buurt. Ja, dus heb je gaan ze helpen. Misschien hebben ze vrijwilligers nodig. En dat is vaak zo, snap je? Vaak hebben moskeeën gewoon mensen nodig die hun even helpt. Ja, maar dat is echt iets wat denk ik heel veel wordt vergeten in de community. Van ja. Mensen denken misschien meteen van: oh, ik, uh, ik, ik ga daar wat doen. Oh, maar kennis, ik heb geen kennis. Stoppen ze meteen. Ik ja. denk dat het probleem ja. is anders. Dus ik denk dat iedereen juist de spreker wil zijn. Iedereen ja, maar... wil, zeg maar, zegt, ze stoppen onze kennis. Ze hebben dus juist omgekeerd. Dus juist iedereen wil de account zijn, de hoofd zijn, snap je? Dat willen ze zijn. Ja. En dat doen ze ook ja. vaak. Ja. Maar precies. En wat ik, wat ik dus ook weer zeggen is. Kan ook kan ook dan, dan heb je de daawa ook niet begrepen, snap je? Ja. Als, als je denkt dat daawa is dat je een beheerder moet zijn van een, van een account of van een groep, en dat jij moet spreken en dat jij moet uh, filmen, dan heb je het niet echt begrepen. Mm -hmm. ja? Allahi, al beweeg je deze gras of voel je deze glas het water, heb je daawa verricht. Snap je? Neem voor Allah. Niet voor Allah. Ik, ik zeg juist, O alam, dat stop met het maken van accounts of groepen. Probeer één account groot te maken. Snap je? Het heeft veel meer effect. الحmd. dat hebben we ook nu gezien. Ja. Snap je? Als je juist één account, en één groep uh, steunt. Iedereen mm -hmm. te leeftijd, zullen we veel mooie dingen doen. Subhanallah. Kijk hoe minuut voor Allah was begonnen. En kijk nu, jullie Allah, alhamdulillah, Snap je? Mm. Ik weet nog in de Ramadan, jullie benefiet. Subhanallah. Weet je, dat, dat, dat gaf een goed gevoel. Van oké, okay, mensen staan erachter. Dat we gewoon één da'wah-kanaal moeten hebben. En dat gewoon helemaal gaan pushen. Snap je? Uh, dan, dan komen we ergens, snap je? Uh -huh. Maar als jij met jou een beetje die kant op gaat, ik ga met mij een beetje die kant op, dan komen we nergens. Maar als we al die oh, beetjes God, uh... op één plek zetten, snap je, dan, dan, dan zal, het, uh, zal het licht geven bieden. Uh -huh. Wat voor advies zou je geven aan de mensen die niet echt uh, gestudeerd hebben, en ook niet op OFPC buitenland, maar gewoon is samen bestudeerd als vak zijn, dus echt niet lezingen, Romeinen hebben geluisterd, maar gewoon echt boeken naar boeken hebben behandeld, lessen hebben behandeld, ...maar toch zichzelf gelijk naar de voorgrond hebben gegooid... ...en nu daar wat geven, uitspraken doen... ...vragen beantwoorden van mensen, et cetera. Wat voor advies zou je geven aan zulke mensen? Kijk, sowieso, broer. Uh, yani, uh, vragen en antwoord. Ja. Dat is volgens mij ook een van de dingen die we gaan bespreken. Adam. Nee, dat mag je gewoon uh, uh, Oké. Okay. Uh, vraag en antwoord, broer. Kijk, subhanallah. Ik had jou volgens mij geappt... Ge hmm. ...een paar dagen geleden. En ik had het oordeel van social media. Hmm. Wallahi, ik... Heb, zo, ...heb het zo moeilijk... ...om antwoord te geven op een vraag... Hmm. Want bro, ik weet gewoon, ik ben niet een persoon die uh, daartoe in staat is, snap je? Als het gaat om vraag en antwoord, we moeten weten hoe groot dat is. In de Islam is dat gigantisch, snap je? Jij hebt geen recht om antwoord te geven op een vraag. En dan krijgen ze op Instagram Stories die uh, stel mijn islamitische vragen, bro. <laughs> Ga zitten, ga zitten, schuinen. een islamitse vraag. Zoals de normaal. Zoals hij altijd zeggen, hij moet een beetje eerst tapijt voelen. Op de grond even zitten. voelen. Ja, op de grond even zitten bij een persoon van kennis tapijt ja, maar, voelen. Dan. De ene zijde. Dunne normaal. <laughs> nee, wat je ook ziet, bijvoorbeeld, Svan, ik heb gewoon zo vaak gezien. Uh, soms kijk ik gewoon random op zo'n islamitische vragen, kijk naar stories, dat ze vragen en antwoord. En dan zie je, oh sorry, dat was fout, ik neem het terug. Oh sorry, dat was fout, ik neem het terug. Sorry, dat was fout, ik neem het terug. Elke week. Waarom heb je jezelf je in die positie terug. gezet? Ja, man. Man. ja, kijk, het is goed. Het is normal dat je terugneemt. Moet je het sowieso doen als je het verkeerd hebt gezegd. Maar als je ziet dat je systematisch elke keer een fout maakt die je terug moet nemen. Zeg, iedereen kan een keertje fout hebben gemaakt. Je kan iets verkeerd hebben gegeven. Maar elke week moet je iets terugnemen Of elke twee weken moet je het terug En dan denk je dan niet op een gegeven moment van, oké, okay, misschien is het niet <laughs> mijn positie. Of <laughs> ja. oké, okay, doe die filmpjes, maar stop met die vraag en antwoord. Of nou. zeg maar als je uh, lessen vocht op een meer traditionele manier. Dan, dan word je door je leraar en door je eigen fouten nederig gemaakt. Hmm. Want je maakt fouten. En je ziet van, oh, eigenlijk ben ik gewoon. Soms denk je gewoon, ik ben gewoon ja. saus. Ja. Ik ben ja. gewoon. Uh, maar voor de mensen die niet weten wat betekent saus, uh, betekent saus. Ja, ik onzin, onzin, gewoon. Niks. Ik ben onzin. gewoon, ja, ik ben gewoon niks gewoon. Ja, je maakt fouten en uh, je denkt dat je, je komt naar de Koranles, je denkt ja, ik heb deze, die uh, ja, deze pak ik uh, helemaal. Ja, mensen. En kom je de daar? Saus heeft een andere betekenis gekregen. <laughs> <laughs> dat is, is een hele andere saus. Arle. Maar ik denk, subhanallah, in deze generatie heeft die fase die overgeslagen. Overgeslagen ja. veel, Dus als je zit met uh, als, als je in zo'n Koranles zit of je zit in met een imam of een paar jaar of een paar maanden, waar niet uit. Je leert toch een bepaalde soort ethiek zeg maar ethiek bepaalde soort etiketten, bepaalde soort nederigheid van aanzien van oh ik weet wat ik ik begrijp een beetje dat ik gewoon niet zo wat ben of zo dat ik kijk weet je wat het is bro uh, uh, waarom zeggen de geleerden altijd dat je niet dat je geen kennis moet uh, overnemen van boeken mm. je bent geen student van kennis als je een, een hele boekenkast hebt. En hmm. huh? uh, nu? Ja. <laughs> nee, wat ik wil zeggen is, je bent dan geen student van kennis. Je bent dan niet bezig met kennis. Ja, ik, ben, ik, ik heb het recht om wat te zeggen. Snap je? Vaak zeggen geleerden subhanallah, je moet zitten bij, bij, bij een geleerde. Waarom moet je zitten? Wat is het belangrijke? Waarom is het zo essentieel dat je zit met een geleerde? Want een geleerde, een geleerde geeft jou geen kennis. Of hij geeft jou niet alleen kennis. Maar hij geeft jou ook manieren gedrag, mm -hmm. eh? uh, omgang met kennis, omgang met, met de geleerden, snap je? En dat hebben we allemaal overgeslagen als mm. Daarom zie je vandaag de dag heel makkelijk mensen praten over geleerden. Mm. Snap je? Ze kennen de niet. Sorry. Ze weten niet wie hij is. Oh, laat hem een uurtje zitten. Of, of, of een hele jaartje zitten in, in Mauritanië of zo. Wallah, hij zal nooit meer praten. <laughs> is gewoon zo, snap je? Dan weet je wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dan is het een persoon die 50 jaar in da'wa zit. En dan zegt hij van ja, hij is onbetrouwbaar. <coughs> In één zin, gewoon twee seconden. Uh, Oela, Bas Of onbekend. Die is netjes, nog man. Ik, ik vind het wel man. netjes, man. <laughs> ik vind het wel sterk ja. <laughs> dat je dat kan doen. Snap je dat je opeens uit het niets. Uh, je, hebt, je hebt net een Instagram account. paar quotes gelezen online. Olajabas. En dan opeens, uh, hij is onbetrouwbaar. Ja. Okay. Weet je dat ook ziek is? Uh, ik hou best sinds ik instagram heb mensen best wel een beetje in de gaten. Niet stalkerig, maar <laughs> ik weet nog wel eens een account die nog uh, was. Dat was één jaar geleden ongeveer, of anderhalf jaar geleden. Die ging ons berichten via Liefde zoenen. Hij stelde heel basic vragen, gewoon echt de basis van de basis van de basisvragen. Waarvan je weet, deze persoon is misschien net praktiserend of zo, of hij heeft er nooit kennis opgedaan. Ja. Gewoon wat betekent macro? Wat betekent bidaar? Wat houdt het in? Snap je gewoon zulke basisvragen? Dus van een jaar later, ging naar zijn profiel toe, dezelfde persoon die die vraag stelde. Hele pagina's vol met die is ombetrouwd, die is, is, is afgedwaald, die is dit, die is dat, deze. Is... De hele pagina vol zit alleen met deze afgedwaald. Ja. Hij een jaar geleden, deze persoon, wist het dit is wat mijn betekende. Maar je uh, hebt ook hadden. een andere kant, natuurlijk, van, uh, van het verhaal. Dat is dat mensen bij random, gewoon mensen bij random pagina's online vragen stellen. Inderdaad. En uh, uh, met hun hele casus aankomen: van, uh, dit is gebeurd in mijn huwelijk, moet ik scheiden of niet? Ja, dat is uh, uh, gewoon een hele, hele casus leggen ze bij jou neer. En uh, wat, heel vaak Bro, zien mogen, we dat bericht, wat moeten we dan doen? Mogen Allah jou zegende, man. Dat is precies wat ik. Uh, wat ik even naar voren wilde halen. Snap je? Kijk, mensen plaatsen vaak vragen in islamitische groepen. Mm. En soms zijn het ook gewoon uh, groepen die niks met de islam te maken hebben. Weet je? Mm. En kijk, ik weet zeker dat vele mensen die dat doen, dat ze dat doen met een goede intentie. Snap je? Ze ja. bedoelen het goed. Ze mm -hmm, mm -hmm. dus willen antwoord op hun vraag. Ja, snap je? Ja. Maar het is ook gelijk zo dat dat al de eerste fout is. Snap je? je vraagt het aan personen onbekend sowieso. Ik weet niet wie die persoon is. En wat het nog erger maakt, is zijn de mensen die daarop reageren. Snap je? Hmm. En dan zie je letterlijk gewoon mijn mening. Ja. Jij moet dat. Jij moet dit. Nee, ik vind. Oh, die wat jij vindt, boeit ons niet. Klopt. Ja, <laughs> <laughs> het boeit niet wat jij vindt. Snap je? En dan een, een advies voor onze kijkers. Dus beste kijker, kijk jouw probleem. Het is gewoon dat de probleem die jij hebt jouw problemen delen op social media. Vraag het naar advies. Is geen goed idee. Het, is, het, het kan gewoon niet. Laten we zeggen: je hebt een probleem met je man. oké? Okay, je hebt een probleem met je man. Het is niet goed gegaan. En je gaat naar een van die uh, huwelijks uh, pagina's. Je drukt erop, uh, chat bericht sturen. Of alleen leeft uh, de souna. Hij heeft de oh, uh, klopt. Oh, minuut van Allah zo begrijpt het bericht. Of Een is van. Me. Ja, Allah. Bro, weet je wat het is? Subhanallah? Dan schrijven ze een hele bericht. Uh, anoniem AUW. Uh, mijn man heeft dit tegen mij gezegd en ik zei dit. En toen deed hij dit. Een oh, hele affiertje en dan sturen ze hem naar die groep naar die pagina. En over een paar uurtjes wordt het, wordt het geplaatst. En dan krijg je de reacties. Een reactie van, van uh, van iemand die ervoor heeft gekozen om met 36 katten te leven. Ja. Dus niet gaat trouwen, maar geeft jouw advies om jouw huwelijk. Ja. Snap je? Mensen van 15, 16 jaar, die, die, uh, die net weten wat de betekenis is van trouwen. laat staan yani de inhoud van het huwelijk. Mm -hmm. Snap je? En dan vraag je deze mensen om jouw advies te geven over jouw huwelijk. Mm. Alhamdulillah, kijk, weet je, er zijn genoeg studenten van kennis. genoeg uh, in online te vinden. Die jouw vraag gewoon kunnen beantwoorden bij jullie. Dus Snap je een voorbeeld hiervan? Is. Uh, Shigar Ismail. Hmm. Dus heb Hij heeft een pagina. Stuur hem jouw vraag. Dus heb je, je krijgt antwoord. Hmm. Krijg je hem niet vandaag? Krijg je hem misschien morgen? Op Facebook. Hij okay. heeft een Facebook-pagina. En linken ook, ook doen in de linken. Okay. Ja, ook vinden. Instagram. En dan kun je gewoon erop, erop drukken. Uh -huh. Heb je een vraag? Stel hem aan een Ismail bijvoorbeeld. Yeah. En weet je wat het is? Hij antwoordt ook snel. Ja, naam, maar, elke, in de dag maar stel dan. dat het zo is dat je, geen, dat, je, dat je geen antwoord krijgt. En misschien wat langer duurt. Dan is het ook gewoon normaal. Uh -huh. Want niet alle vragen zijn hetzelfde. Je hebt een vraag die je snel kan beantwoorden. Je hebt een vraag waar je even onderzoek over moet doen. Mm. Snap je? Hoe En je krijgt bij een overtuigend antwoord. Je krijgt een antwoord waar jij tevreden mee bent. En die overtuigend is, met kennis is gegeven. Antwoord is met kennis gegeven voor de Maar die uh, groepen Brauilla, ze maken je alleen maar kapot. En dan krijg je te horen van ja, wat denkt hij wel niet? Was denkt hij starters aan ja. Was Scott hem? <laughs> dat ja. is het standaard. Dat snap hè. je? Standaard ja. is het gewoon: degene die um, het verhaal vertelt, 9 van, was, was, volgens, 9 van 10 keer volgens mij, wordt die persoon gewoon gesteund. Want het is hoe je het ah, verhaal bro, vertelt. Die kan bro. gewoon letterlijk het verhaal vertellen. Ja, hoe inderdaad. Je snap je? <laughs> en mooi bro, het is een ja. hele probleem, man. Uh... Ja. En er zijn voor, kijk mensen die vooral reageren de mensen die niet getrouwd zijn de mensen die nog jong zijn en niet weten wat trouwen is weet, of een slecht huwelijk hebben gehad en een slecht huwelijk hebben ja. gehad ja, ja ik weet hoe mannen ja. zijn en ze zijn rustig aan ja ik is gelijk, las gelijk, uh, ik las trouwens uh, laatst een boek van Sheikh bin Jibri. had ik ook de gelof dat volgens mij uh, een fikboek hm. en toen een van Niekh had hij al gewoon het hele uh, Hoze van Nikah uitgelegd en het einde zei hij dit is niet voor de studenten van kennis om je oordelen over te geven. Als het gaat om Nikah en als het gaat om Talak, dus het trouwen en het scheiden, is het niet aan jou. Je hebt, dit nu, ge, je hebt nu deze lessen bijgewoond, maar er zijn lessen uitgeschreven in het boek. Het is niet aan jou om nu naar de mensen toe te gaan en dit toe te passen. Dit moet je terugbrengen naar de mensen die zeg maar, verder zijn in de kennis. Zelfs de student van kennis die zijn lessen hebben bijgewoond of hebben gelezen, in mijn geval, zegt hij: Jullie mogen niet hierover praten. En dat gaat om het. Scheidingen en huwelijken uh, zijn gewoon zo'n goed onderwerp. Ik krijg zo vaak spannende vragen erover. Ik beantwoord geen één van. Het is gewoon. weet je wat het is? Deze persoon vraagt: stel deze vraag aan mij. Laat zeggen, ik ben een van die mensen die wel makkelijk wat zal geven. Ik geef mijn fatwa, twee seconden later, ik zit weer uh, in mijn ijs, ik zit te chillen op mijn yeah. bank. Deze persoon is heel, heel, heel huwelijk, is misschien kapot gegaan door mij. Ik zit gewoon te chillen, deze persoon beseft gewoon niet, deze persoon heeft geen enkele, hij voelt niks voor jouw vraag. Ja. Het is gewoon een random, daar ja. op pagina. Misschien is iemand van 12 jaar die niet eens kan bidden, zoals ik hiervoor had, dat daar pas niet ja. eens kunnen bidden. Onderschat het niet hè, ja. dit gebeurt echt. je ja. dit gebeurt ja. echt. Ja, zeker. Mensen die zo'n antwoord geven, dan een hele huwelijk te kapot gaat. Ja. Van nee, je moet een man zijn thuis. Weet je, ik heb problemen probleem met mijn vrouw, en dan zegt iemand: van Nee, je moet een man zijn thuis. Mm. Als je thuis bent, laat zien dat je een man bent. Mm. Dan komt hij opeens binnen, en zegt tegen hem: uh, Kun je even de vuilniszak weggooien? Mm. Kiewisje, okay, ik weet wel. Helemaal parij, weet toch? Ik... <laughs> <laughs> ze vraagt toch netjes, hè? Ja, ze vraagt ja, al netjes: <laughs> Oh kloor, nee, ik ben ik. <laughs> dan gaat het al fout, snap je? Subhanallah. Waarom zei die Sheikh dat? Dus je ja. nee, uh, Hij zei dat omdat het zo is dat je ook ervaring moet hebben, bro. Lange ervaring, je bent lang getrouwd geweest. Je weet hoe vrouwen in elkaar zitten. Je weet hoe jij zelf in elkaar zit. Weet toch, en, dan, en dan kan je een oordeel geven. Mm -hmm. maar, uh, nee, je moet, uh, als je thuis bent. Maar ja, zijn als... een leeuw. Nee. Nee. Ja, bro, dan, dan hou je het niet vol. Ja, als het nog steeds, toch? Of kort over de huwelijksvragen, dat heeft sowieso ook meer aspecten. Want je hebt nu één kant van het verhaal, die andere kant moet ook gehoord worden. Zo, zo, zo. Plus hij zei ook uh, dat de geleerden altijd hun best doen bij zulke vragen om ervoor te zorgen dat de huwelijk bij elkaar blijft. Ze doen hun best gaan op een of andere manier gaan ze voor proberen te zorgen dat er geen scheiding plaatsvindt. Ja. En terwijl zo een pagina van misschien zo'n jaar... gewoon die nog, zoals zij niet eens bidt, niet eens weet hoe die moet bidden, zegt hij scheid van die uh, wat de is, het deze rotzooi. Is het uh. Maar Svan, dat is ook weer een, een voordeel om te zitten met uh, geleerd. Ik weet nog toen ik net praktiseerde, dat ik in een lezing, niet net heb praktiseerde maar dat is een gejaartje anderhalf jaar. En die sheikh kreeg een vraag gezet over het gebed. sheikh zei, Allah ik weet het antwoord niet. Ik dacht gewoon, ik was net, ik heb hem nooit kent, Ik dacht, Kievers, jij zit hier lezen? Ik kan zelfs het antwoord. Ik dacht, bij mezelf, wow, ik dacht waar is die persoon? Ik geef hem het antwoord. Ik wilde echt weten, wie is deze persoon? Ik geef hem het antwoord. Je. Ik had dit laatst nog gehoord ergens, dacht ik. Maar, zo, maar dat is omdat je in het begin met die besef dat soort ja, dingen niet, dat die soms. Uh, bijvoorbeeld, ik heb soms ook gewoon vragen die ik binnenkrijg, waarvan ik weet, ik heb het gelezen, ik weet, uh, het is zo. Maar ik weet niet of er nog andere meningen zijn, of dit een zwakke mening is. Dus Daarom? ik zeg gewoon, Allah alam, ik heb dit gelezen, maar het kan zijn dat het nog dieper zit, de zaak. Dus dan ja. zeg gewoon uit voorzicht, Allah alam, ik weet het antwoord niet. Ja. En ook een, 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 een verhaaltje van Iman Malik, die wel bekend is. Ja. was uh, iemand die kwam uit Marokko, als het goed is, toch? was een vraagster, die kwam uit Marokko. En Ibn Malik die is, is van de derde generatie moslims, dat is al uh, hoe lang geleden dan? Duizend jaar geleden ongeveer, 1100 jaar geleden, 1000-200 jaar geleden, zoiets. Ja. Dus dat was in een tijd dat er geen auto's bestonden, daar gaat het om. mensen gingen met kamelen, met paarden gingen ze reizen. was uh -huh. dus een man, die kwam helemaal uit Marokko naar Medina toe, naar Imam Malik. Hij kwam met veertig vragen. En hij zei tegen Imam Malik, dit is de vraag van mijn volk, we hadden geen antwoord erop en ik ben gestuurd naar jou. Zei dus Imam Malik, als het goed was één of drie dagen, zei geef mij de tijd om na te denken. Dus uh, die man gaf hem tijd en dan kwam hij na één of drie dagen die terug naar Imam Malik. En zei: Imam Malik, uh, het antwoord hierop is dit, daarop dit. Dus had vier vragen beantwoord en over de andere 36 zei hij: al Deze man zei: uh, van, Hoe dan? Zei, ik ben helemaal gekomen daar, mensen wachten op het antwoord van Imam Malik. Ik ben helemaal gekomen uit Marokko naar jou toe. Hmm. Het is een Maghreb in, in dat gebied. En zei: Imam Malik, ga op je rij die we bent gekomen, ga terug naar je volk en zeg: Imam Malik, zei, ik weet het niet. Want deze persoon, wat mensen niet moet, ah, moeten beseffen, is, wow. jij bent niet verantwoordelijk voor het beantwoorden van zijn vragen. Vooral als je hem niet kent. Uh, 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 op het moment dat je hem beantwoord, ben je wel nu verantwoordelijk. Op de dag er zo ga je nu wel ondervraagd worden. Snap je? Ik weet, het is van natuur dat je houdt van helpen, maar als je het niet bezit, iets niet hebt, kan je ook niet geven. Snap je? Sonst... Helemaal als het gaat om, om, om vragen beantwoorden, waardoor je het leven van een ander kapot yeah, maakt. Ja. Jij denkt van, ik heb, uh, mooi, ik heb informatie uh, gegeven die ik op YouTube ooit heb gehoord. Wordt een video van 50 seconden, ik heb het goed gedaan. Mm -hmm. Uiteindelijk zie je gewoon dat je, dat je letterlijk gewoon kinderen. Je hebt ze weeskinderen kinderen gemaakt. Ze hebben geen vader meer. Geen... Niet alleen dat, soms ook misschien een snel Google forum, forum. copy-paste. Hadith, hier, dat is je antwoord. Ja, dat zie je. Oh, rustig aan man. Ja. <laughs> dat is geen vetweil. Mensen, mensen moeten dat uh, totaal niet doen, subhanallah. Ja, yani, El-Ghola, samenvatting van dit is dat. Mm -hmm dat je gewoon niet bevoegd bent. En o het is heel moeilijk om een mufti te zijn. Een mufti is een van de, van de hoogste uh, rangen als het gaat om, 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 om kennis. Snap je? Wat is een mufti voor de volgers? Een mufti, mufti is iemand die, die dus de vragen van mensen kan beantwoorden. Uh, dus islamitisch gerelateerde vragen. Dat hij die vragen kan beantwoorden. Snap je? En er komen heel veel aspecten bij kijken... als een persoon hè, een antwoord wil geven. Ja. Hij moet kijken naar waar, waar woont die persoon, waar leeft hij... Met wie heeft hij te maken, wat is er gebeurd? Snap je? Het zijn allemaal mm -hmm. dingen. Het is niet zo'n zwart-wit van ja, dit en dat nee. Als, hij misschien, als het gisteren was gebeurd, was het anders dan als het eergisteren was gebeurd, bijvoorbeeld. Snap je? Dus het, is het, het, het verschilt in antwoord. Yeah. En daarom moeten we echt uitkijken met wat we doen. Wallahi, want je maakt misschien levens kapot. Uh -huh. yeah. ja. Wat ook een groot gevaar is van social media, is uh, het concept van yeah, het, en dat houdt in dus dat je, dat je bijvoorbeeld goede daden wil doen zodat anderen, of ja, met de intentie van dat je wil geprezen worden door anderen. Dat je wil dat, je wil dat anderen zeggen van oh, hij is goed bezig. Okay. Dat is dus ook iets ja. waar, uh, hè, waar we mee te maken kunnen hebben ja. met social media. Subhanallah, dat is inderdaad de betekenis van Ria. Dus als je aan de buitenwereld wat laat zien, dat je Allah subhanahu wa ta'ala aan het aanbidden bent. En dat omdat mensen jou zullen prijzen en zullen zien. En zeggen van, uh, mashallah. Wat een, wat een goede abid. Hmm. Hmm. Um, wat het gevaarlijke hiervan is, is dat Ria ja, uh, kleine chirk is. Hmm. Een Kleine chirk. En, en je, des te meer je klopt op de deur, of hoe vaker je klopt op de deur van kleine chirk, op een dag zal het zo zijn dat grote chirk de deur zal openen. Hmm. Snap je? Hmm. Dus, وبعجيب فهمت خايف أرفض إن الشرك والعياذ بالله إن في الرياء يعني الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر يعني ما فور في أمه فريس ما يولي فريس مين ما الشرك En toen, yani, toen vroegen zijn sahaba, de metgezellen van de profeet, wa sallam, zeiden, wat, wat is kleine shirk? En toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa al-riya. Waarom Ria riya ook zo, ook zo gevaarlijk is, kijk, subhanallah, hè? het grappige is, je doet die aanbidding. Je doet hem, sowieso. Uh -huh. je? Dus je hebt ook tijd vrijgemaakt om deze aanbidding te verrichten. Maar wat het gevaarlijke is, als je op de dag dat is oordeels, geen één beloning hebt subhanallah, van de aanbindingen die je hebt verricht. Waarom? Omdat het niet voor Allah wa was. Er is echt een hele krachtige overlevering van de Profeet. sallallahu um, Deze hadith staat uh, vermeld in Bukhari en Moslim, waarin de Profeet sallallahu ons laat weten uh, wie de eerste mensen zijn die op de dag des oordeels zichzelf moeten verantwoorden, hmm. en wie de eerste mensen zijn. Die uh, beloond of bestraft zullen worden. En dan zijn de Hafid, de Martelaar en de munfiq, of oftewel degene die uitgeeft op het pad van Allah. Dus een salaka uitgeeft. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala, de, de of oftewel degene die de Koran heeft gememoriseerd, zal hij oproepen. En hij zal tegen hem zeggen: waarom heb jij de Koran gememoriseerd? Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb jij gereciteerd in die ene bijeenkomst? Waarom heb jij gereciteerd in die ene moskee? Waarom heb jij gereciteerd op social media? Waarom heb je die video's geplaatst? Snap je? En dan zal deze haaf weer opstaan. Met, met trots zal hij opstaan. En hij zal, hij zal tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen. Ik heb het gedaan om willen van u, ja Allah. Ik heb het gedaan om u tevreden te stellen, ja Allah. Ik heb het gedaan om uw boek te vereren. Ik heb het gedaan uit trots voor uw geloof. Mm -hmm. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze persoon zeggen, kedebt. Je licht. En dan zullen de engelen, Al-Mala'iqah, zeggen, kedebt, je licht. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze persoon, jij hebt de Koran gememoriseerd. Dat mensen tegen jou konden zeggen, ja hafid, ja sheikh, ja imam, ja qari. En dat hebben zij ook gedaan. Die mensen hebben het gedaan. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze persoon: "Ga naar die mensen toe en zij zullen jou belonen." Waarom was dat zo? Hun intenties waren niet zuiver, verbroken. En daarom besef wat ik net zei ook van besef dat je een goede daad kan verrichten, snap je? Je gaat een aanbidding verrichten. Dus je maakt sowieso uh, tijd vrij voor deze aanbidding. Je gaat het sowieso doen. En soms maak je een fotootje of een video. Van deze aanbieding die je doet, om me zo te plaatsen op social media. En uiteindelijk op de dag des oordeels, wanneer je daar komt, dan wordt het tegen jou gezegd dat je dat niet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala hebt gedaan. Omdat je intentie niet zuiver was. Aangezien Allah subhanahu wa ta'ala precies weet wat onze intenties waren. Snap je? En uh, dan, dan, dan is het moeilijk en je houdt En daar sta je dan, snap je? En dat is ook een nasiha. Voor zomaar wel mezelf als voor jullie inshallah ta'ala als onze kijkers uh, uh -huh. van Allah uh, wees niet de persoon die op de dag des oordeels daar zal staan dat tegen hem wordt gezegd van uh, je hebt je hele leven verspild. Je hebt geen één aanbidding verricht. Snap je? Allah, het is niet nodig als je in de moskee zit om een foto te maken, snap je? Als je het doet om zo de mensen te motiveren, van is het alleen maar goed. Maar والله, het is heel moeilijk om het elke keer te doen. Snap je? Ook als imam of als iemand die reciteert, het is heel moeilijk om elke keer te reciteren. Om elke keer het gebed te leiden. Ja, want mensen komen naar je toe, oh mashaAllah, je hebt echt een mooie stem, je bent echt goed. Snap je? Je gaat altijd denken van veel, dat is niet zo. Snap je? Ik ben niemand. Kada, kada. Elke keer weer, elke keer weer op een gegeven moment gaf het knagen. Hmm. Oh, ik ben. Uh, oh. Ja, ja, Het gaat <laughs> best goed. Stemmen Het zit ook een beetje in de mensen, omdat we ervan houden. Om, daarom. Je, complimenten hmm. en geprezen. Juist, yes, en daarom is het zo gevaarlijk. Ja. Ja. Daarom is het zo, 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 zo gigantisch. Daarom is het een, een gevaarlijk subhanallah. Want je kan goed beginnen, maar slecht eindigen, zeg maar. Dat is het, ja. snap je? Dat kan het ook zijn. Ja. Je, bent, je hebt het gedaan omwille van Allah, ja. maar daarna moet je beter gevrezen worden. <laughs> Ria is vandaag de dag zo makkelijk ook, subhanallah. Als je kijkt naar social media, ja. Yani, <laughs> het is gewoon te moeilijk om te zeggen: van ja, ik doe het allemaal omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala. Mm -hmm. Want weet je wat het moeilijkste hiervan is? Is al die. All die uh, yani, die reacties erop, snap je? Hoe mensen reageren op hetgeen wat je hebt gedaan. berg met hartjes oogte. Alomberg met hartjes oog. Alomberg. ik... het extra moeilijk. Maar dat natuurlijk, subhanallah. Kijk, dat is het moeilijkste ervan, snap je? Als je Allah subhanahu wa taala zelf aanbidt, dan is het nog zo dat je, je weet toch? Je voelt niet zoveel, want je bent alleen. Maar zodra er mensen bij zijn, subhanallah, heb je al een probleem. Hmm. Dan is het extra moeilijk om, om het toch uh, recht te zetten. En voldoende Ibn Ayyad, rahimahullah ta'ala, heeft gezegd: Dit is ook weer een probleem, dat mensen een aanbidding laten, hmm. omdat zij bang zijn hmm. zij, dat zij dan zullen vallen in ria, of in kleine shirk. Hmm. Dus weet je wat, ik kom de moskee binnen, allemaal mensen daar. Ik ga het gebed niet verrichten, maar Want als ze mij gaan zien, gaan ze denken, ik door ria. Dit is zelf ook een ria dat is voordat ik dat Nuriat zegt van het laten van een daad, yani, uh, Opdat jij geen rija zal verrichten is zelf ook gewoon een hmm. snap je? Dat is ook een waswasdeel voor van veel mensen kunnen bereiken. Yes. Yes. Dan, dan krijg je uh, die waswas -was en dan komen er erbij yeah. kijken, snap je? Broer, ga je gewoon naar binnen, en er zijn mensen boeit mij me. niet. Allah, waarom willen van Allah wil twee en ik sta op? Nee. Je moet N ook niet, weer, niet te weet, complex hoor. maken, niet te veel ja. op nadenken, niet te complex ja. maken en, en het groter maken dan het is, ja. oké? Okay? Maar kan je zeggen dat eigenlijk de beste manier om daarmee om te gaan is, gewoon voordat je iets doet, een aanbidding doet, dat je altijd even jezelf nagaat, even intentie, waarom doe, dit, doe ik dit? Zeker. En wat is een goede intentie? Is het um, omwille van Allah? Maar hoe weet je dat het omwille van Allah is? Ja, omwille van Allah. Ja. Kijk, een goede intentie is bijvoorbeeld, dat als ik, als ik een sketch ga maken, voor een minuut voor Allah, dan doe ik het om de mensen uh, te onderwijzen. Of doe ik het om mensen wat te leren? Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik doe dit om de mensen, om het pad naar het paradijs voor de mensen te vergemakkelijken. Dit zijn goede intenties. Snap je? Je moet vooral zo denken. Je wilt het goede voor de mensen. Je wilt het goede voor jezelf. Jij doet een daad om beloningen te krijgen, om zo het jannah binnen te treden. Sap je? Er zijn allerlei zaken die goed en zin zijn. Dus je moet niet alleen zo zwart zo tegen jezelf zeggen van het is omwille van Allah. Ja, ja. je? Er zijn er zijn, er zijn, tork, yani er zijn er zijn wegen die ook omwille van Allah subhanahu wa jou, zijn. Je hart moet verbonden zijn met die beloning of met. Juist. Met Uiteindelijk is het toch wel al die wegen ja. yani, uh, keren terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Sap je? Want je deelt het goede met de mensen om de mensen onder te wijzen. Je doet het om, om zelf beloningen te krijgen. Je doet, dus heb je heel veel goede daders, subhanallah, die jij uh, doet. En jouw intentie ook goed is, subhanallah. Uiteindelijk doe je het omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala. En om zo, yani, en die jannah te bereiken. Ik wil iets, uh, erbij, uh, iets erbij vertellen waar ik aan moet denken. Subhanallah, soms is het zo dat je zeg maar een daad van aanbidding aan het doen bent. En dan kom je in een soort van positie dat je eigenlijk op dat moment beseft van. Hé, hey, wacht even, wat is eigenlijk de reden waarom ik het doe? Stel je voor, je steekt ergens heel veel moeite in. En dan word je misschien gesaboteerd. Of iemand heeft een andere mening. Of uh, weet je voor, we maken een hele grote sketch en de beelden gaan kwijt. Op dat moment besef je van, wacht even. Als ik het voor alles verhaalde deed. Mijn intentie was er. Dan heb ik mijn gesneid, heb ik binnen heb ik zeker, bewijs van. Zeker, zeker. De profeet zei ook, inna mal'amalu so. niet. En als je ja. dan bijvoorbeeld flipt of uh, je maakt uh, de, camera, de camera producer pak je aan of uh, wat heb je gedaan. <tie> dan, <gegaan> dan besef je, misschien was mijn intentie helemaal niet. Ja, dat was de beste shot, was een goede shot. Ik lachte goed daar, dat heb ik kwijt geraakt. En dan moet je hem. En dan moet je hem. Je hebt van die moment dat je echt beseft van. Of misschien als je negatieve reacties krijgt. Of ik weet niet of positief, maakt niet uit. Dat je even, even zo'n wake-up call van wacht even. Mijn intentie, check-up van zit het nog goed? Snap je? Als jouw intentie goed was... Allahi, dan moet je het jou niet eens boeien wat mensen zeggen, wat de reacties zijn. Kijk, jij deed omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Gala, stop het daar. Mm. Okay? Wat de mensen tegen jou zeggen of wat er gebeurt, uh, het is ook niet zo dat als iets kwijt, uh, yani, je hebt een sketch gemaakt en iets is er niet meer dat dus je zegt van oké, okay, mijn intentie was niet zijf, maar daarom gebeurde dat. Dat is ook weer niet zo. Ja, niet uh, weet je, een persoon moet gewoon een goede intentie hebben. Wanneer hij een daad verricht. En Allah subhanahu wa yani, zal, zal, zal deze persoon ja. succesvol maken. Okay, er zijn bepaalde zondes als je begint te praktiseren. Ja. en steeds verder begint te gaan. die je gewoon niet meer gewoon zou doen. Snap je? Uh, als je bijvoorbeeld uh, jaren praktiseert. je bent serieus bezig met gebed, et cetera. dan zou je niet zo snel een alcohol gaan vervallen. Snap je? Dat is een zonde waar ik niet eens kan denken dat ik ooit in zou vervallen. Misschien natuurlijk ja. later stap voor stap, maar ik bedoel dat ik er unieke in zou vervallen. Ja. Of uh, noem maar op. Je kent ja, ja. de zondes. ...of ik zo met een club zou beland of zo. Maar Ria... Ik zit dat al vol, man. <laughs> is... ja. Met, aan, met <laughs> de chemise aan. Maar Ria is een, is een hele andere uh, situatie. Want bij Ria is het juist zo... ...hoe meer je bezig bent... ...hoe groter de... Ka ...niet grote kans dat je valt... ...maar hoe groter de verleiding wordt dat je je valt. Mm -hmm. Want je hebt meer om Ria voor te hebben, snap je? Ja. Hoe meer kennis ja. je hebt... ...hoe meer uh, mensen jou gaan prijzen bijvoorbeeld... ...of mensen wil gaan aankloppen hoe meer de, de, de verleidingen gaan worden in de richting de Riyadh. Uh -huh. En dat is het gevaar van, van de Ria Voor de mensen die bijvoorbeeld wezen zijn met daarom vooral als ze op de voorgrond zitten, dat ze moeten beseffen de intentie is iets wat je altijd opnieuw moet checken. Zoals een van de vroeg voorgangers die zei, soms begin ik met de uitleg van een hadith en midden in de hadith moet ik opnieuw mijn intentie checken. Subhanallah. Dus het is, hij is al bezig met het overleven van hadith. Voordat hij die hadith overleeft, is intentie aan het check. En midden in de hadith is hij bang dat zijn intentie gaat veranderen. En opnieuw moet hij zijn intentie gaan checken. Schande. Ja, het is belangrijk. En dat zegt heel veel gereden dus als advies: van vernieuw je intentie altijd. Ja, Snap je? Constant ja. bezig zijn met het vernieuwen van je intentie. Ook iets waar we even heel snel doorheen hebben geskipt: was het uitspraak van Ibn best. Ik denk dat het echt wel een belangrijke uitspraak is om even bij stil te staan. Dat hij vergeleek de verbogenheid met riya. Hij zei: Achva min dabi bin het is verborgener dan de voetstappen van een meer. En als Salvaat in Saudij op een zwarte steen. wie doen met een leen. In de duisternis van de nacht. Kijk eens van hoe verborgen hij zegt dat Ria is. Dus het feit dat jij niet het gevaar hebt voor Ria is juist een slechte teken. Ja. Dat Heel veel mensen zeggen. Ja, ik val sowieso niet in. Dat is juist een teken van dat je niet goed bezig bent, snap je? Ja, ja. Het is juist een teken van iemand en Takwa. dat je altijd jezelf afvraagt: van mm -hmm. verval ik in dit, verval ik in dat? Zoals bijvoorbeeld Omar ibn al die vreesde voor Nifaq. Terwijl hij al paradijs is beloofd in zijn leven. Zwanelah. Heb je een uh, trouwens, ik wil het uh, denk ik hierbij afs even afsluiten met Rief. Als jullie nog iets te zeggen hebben, ik wil één punt zeggen, misschien hetzelfde punt. Ja. Maar wat ik wil zeggen is, wat wel een belangrijke disclaimer is wat net ook een disclaimer, maar dit is ook echt een belangrijke disclaimer. Dat is: voor ik zie iemand op social media wat doen, ja, iets goeds goed doen. Ja. Wou je hetzelfde zeggen? Ja, ja precies. Zeg maar. Dus cijfer, ik zie iets. Wat, ik zie dit wel vaak gebeuren, zeg maar. Dan is er iemand op social media, die doet iets goeds. Uh, misschien betty, hij, misschien geeft hij sadaqa, misschien uh, helpt hij een uh, dakloze. Niet, hij helpt iemand. En dan zegt iemand, hé, hey, Ria. <laughs> je hebt Ria. Dat zie je Ria vaak. Is. Kan dat? Ja, dat is zo op dan, ja. Deze persoon heeft een zonde begaan. Door dat te zeggen, snap je? Ik kan nooit weten wat de intentie van iemand was. Snap je? Dat is heel duidelijk. Een kort antwoord... Hou ermee op. Je weet nooit wat de intentie van een persoon is. Mm -hmm. Sap je? Mm -hmm. Misschien is het zo dat er tientallen, misschien honderden mensen dat hebben gezien en precies hetzelfde hebben gedaan. Mm. Door yeah. zijn daad. Dat nee, de? dat hij een daad oh. heeft verricht, want mensen hebben gevolgd in die ja. Ja, nee, in dat, daad. goede. Ja, wat ja, ik dus zei, is. Man ila huda, Mendelaar, ja. lahum Karellahumil Ajri, Mithil ujuri Mentabia. Ah. snap je? Dus je krijgt dezelfde beloning als degene die het heeft gevolgd, subhanallah. En dan kom jij zeggen: Van ja het is ria, ik Kom op. Je, een beetje respect. Ja, want je kan niet in iemands intenties duiken. Je weet dat niet. Het is verborgen. Daarom. Daarom. Ja. En even uh, heel kort nog uh, over het plan van shaitaan. Dat is een beetje samenvattend van uh, het stuk van Ria. Ibn Al-Qayyim zei dat de shaitaan twee dingen wil, doen, wil laten doen. Of hij wil dat jouw daad niet geaccepteerd wordt. Of hij wil dat, jou, dat jij niet een daad begaat van aanbidding. Ja. Dus op het moment dat jij een daad begaat met Ria, of je hebt een daad al begaan... en later doe je de Ria, je hebt gezegd... Ik, gisteren heb ik gebeden, dit had Kiam en Leel, broer... Was, uh, ik was aan, <laughs> anderhalf uur gebeden. <laughs> Kijk, dit... wat er nu is gebeurd, je hebt de daad begaan... maar hij heeft ervoor gezorgd dat jouw daad ongeldig is geworden... omdat jij de prijs inzocht van de persoon. En de tweede manier is... Hij wil je de daad helemaal niet laten doen. Ja. Het kan zijn door luiheid, maar het kan ook weer zijn door wat, wat uh, Ayoub eerst zei, Van hij gaat tegen zeggen van oh, je doet ja, beter niet doen, laat Er zijn mensen, nee. daarom doe je het. Dus dat zijn allebei de plannen van shit. Het is niet van vroomheid dat je een daad van aanbidding laat onze je vreest. Nee. Ja. Stel jezelf deze vraag, ook voor de kijkers, hoe sterk en erg ben ik ervan bewust dat Allah subhanahu wa ta'ala elke seconde en elke beweging van mij ziet. Assalamu alaykum beste kijkers. Ja, dat is beter. Hebben jullie genoten van de podcast? Inshallah, we gaan in de toekomst meerdere podcasts opnemen... met verschillende gasten, met verschillende leuke onderwerpen. Dus abonneer op ons YouTube-kanaal. En we hebben ook Spotify en Apple Podcast. We heten daar minuut voor Allah Podcast. Dus abonneer op al onze kanalen... en wees op de hoogte van de podcast. Die gaan aankomen. Hey.